Universiteit van Nederland. Vandaag is de Universiteit van Nederland op jacht. In het bos. Gaan we naar kijken of we hem kunnen vinden. We zijn op zoek naar een zeldzame soort die dicht op de bosgrond leeft. Zien we hem daar? Of daar? Ik zie daar iets boven de grond uitsteken. Zal dat hem zijn? Het is goed zoeken, want hij komt niet het hele jaar voor. Gelukkig hebben wij Niels van Rooyen bij ons. Hij is bioloog aan de Wageningen Universiteit en draagt geen geweer om zijn rug of een verrekijker om zijn nek. Niels is namelijk niet op zoek naar herten of konijnen, maar naar een plantje. En die soort is Duitse brem. En gaat het goed met de Duitse brem, of niet? Het gaat heel slecht met de Duitse brem. Zo slecht dat die alleen nog maar voorkomt in de bossen onder Nijmegen. De allerlaatste plek, ja. Niels wil de Duitse brem graag toevoegen aan zijn verzameling. Hij probeert namelijk een backup te maken van de natuur in Nederland. In Nederland houden we heel nauwgezet de verspreiding en het voorkomen van planten in de gaten. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek is in 2014 een rode lijst opgezet. En die rode lijst geeft een overzicht van alle planten die bedreigd zijn in Nederland. Alle plantensoorten. Dat geldt dus voor 1/3 van ongeveer 1500 inheemse plantensoorten die we in Nederland hebben. Inheems betekent dat deze planten van nature in Nederland voorkomen. Dat is een heel breed scala aan plantensoorten. Denk aan bekende plantjes zoals de bosaardbei, de gele kamille en de margriet. 500 daarvan staan op de rand van uitsterven. Neem bijvoorbeeld de prachtige roggelelie. Met zijn grote oranje bloemen vol sproeten, lijkend op vurige vlammen, die voorkomt langs akkerlanden en in de bossen. Van sommige soorten is het maar afwachten of ze er over 5 jaar nog zijn. Zoals dat plantje waar we naar op zoek zijn, de Duitse brem. Een flinke golf van uitsterving dus. Hoe komt dat? Nou, omdat we in Nederland alle grond die we hebben optimaal willen gebruiken. Het is een landschap wat gemaakt is door mensen en heel intensief ook gebruikt wordt door mensen. En dat zie je heel goed, want hier beneden wonen mensen. Er is een hele drukke weg die richting Duitsland loopt. We zien daar akkers waarop verbouwd wordt. We zien weilanden waar koeien opgehouden worden. In de verte zie je ook dorpen liggen. Er wonen dus mensen ook in dit gebied die ook faciliteiten nodig hebben. En zo is er voor Nederland voor elke vierkante meter eigenlijk een plan bedacht. Maar je ziet hier ook in de verte een giertanker rondrijden. Dus we hebben ook te maken met vermesting. We kennen allemaal het stikstofprobleem. Er is nu met klimaatverandering hebben we te maken met verdroging. Wat zeker in dit soort landschappen een groot probleem is. En in zo'n druk landschap als wat Nederland nu is, is dat voor heel veel soorten heel moeilijk geworden. Maar wij hebben gelukkig dus Niels. Hij wil planten een handje helpen door die backup te maken. Planten hebben daar ergens al een eigen oplossing voor bedacht. Want hun genetisch materiaal, dat verzamelen ze gewoon in de zaden. En die zaden die zijn perfect te verzamelen en op te slaan. Dat zijn we dus nu ook aan het doen. Dus we zijn een zadenbank, een nationale zadenbank aan het opzetten, waarin dus de zaden van alle Nederlandse plantensoorten in vertegenwoordigd zijn. En dat noemen we dan het levend archief. Het is gewoon een koelkast waar alle zaden in liggen. Want die zaden bewaren we dus gekoeld, zodat we die backup zo lang mogelijk goed kunnen houden. Een soort koelkast? Ja, we verplaatsen ons naar de Radboud Universiteit even verderop. Niet Niels zijn eigen universiteit, maar het Levend Archief is dan ook een samenwerkingsproject van allerlei universiteiten, natuurorganisaties en vrijwilligers. En dat komt dan allemaal samen in één koelkast. Op deze plek komen alle zaden binnen die door heel Nederland verzameld worden. Soms gewoon met de post, soms door professionals die het hierheen brengen. Hier worden de zaden gedroogd. Want zolang zaden droog zijn, kiemen ze niet en kunnen we ze dus bewaren. Hier kunnen de zaden narijpen, hier worden de zaden geschoond. Dan worden ze dus klaargemaakt echt om opgeslagen te worden. En dan worden ze gesield in aluminiumzakjes, zodat ze dan in de koeling geplaatst kunnen worden. Dus in de koelkast. Als je dus die ene deur openmaakt, dan zie je alle planken met al die zakjes erin. En alleen al in die halve koelkast die we hebben, daar zitten al 500 verschillende plantensoorten, wilde plantensoorten uit Nederland. Dus heel ernstig bedreigde soorten die we daar allemaal netjes in het archief hebben zitten. Dus die koelkast is niet alleen een koelkast, maar het is ook enorm waardevol kapitaal aan genetisch materiaal dat we hier hebben liggen. Het levend archief is, zoals de naam zelf zegt, echt levend. Dus de zaden gaan erin, maar kunnen er ook weer uit. Zo worden ze ingezet voor onderzoek waarbij getest wordt of de zaden het wel doen. Maar ze kunnen ook gebruikt worden voor natuurherstel. Bijvoorbeeld wanneer een natuurgebied opnieuw ingericht moet worden.
Belangrijk hierbij is dat de soorten die worden uitgestrooid wel echt inheems zijn en dus niet veredeld zijn of uit het buitenland komen. Want, zo blijkt uit onderzoek met korenbloemen, de natuur reageert heel anders op deze niet-inheemse soorten. Je ziet overal dat er bijenmengsels worden uitgezaaid, mooie bloemstroken in akkermengsels. En daar zit dus heel vaak gewoon die korenbloem in. Maar als je dus goed gaat kijken naar de korenbloem, zie je dat die korenbloem die vaak in die mengsels zit, dat dat niet onze wilde korenbloem is. Terwijl we zien dat die cultivars, zoals dat heet, dus veredelde korenbloemen, dat die misschien helemaal niet zo geschikt zijn voor die bijen en voor die vlinders om ze van voedsel te voorzien. Onderzoekers zetten de wilde korenbloem en de cultivar naast elkaar in de natuur. En wat bleek? Op de wilde korenbloem gingen meer insecten zitten, meer verschillende soorten. En bovendien bleven die insecten ook nog eens langer zitten. Dus dat ze blijkbaar een voorkeur hadden voor die wilde korenbloem. Terwijl overal in Nederland die cultivar wordt uitgezaaid. Voor het herstel van onze natuur is het belangrijk dat de inheemse zaden verzameld worden. Maar hoe lang kunnen we de zaden bewaren? Hoe lang blijft de backup goed? En ze worden hier klaargemaakt uiteindelijk voor de lange termijn collectie. En die is in Wageningen bij het Centrum voor Genetische Bronnen. En daar worden de zaden ook ingevroren. Want daar weten we dat die zaden dus nog 70 jaar kiemkrachtig blijven. Het plan is om in de toekomst ook een deel naar Spitsbergen te sturen. Ver boven de Poolcirkel. Daar staat namelijk de Wereldzadenbank. En deze genenbank wordt ook wel de Ark van Noach genoemd. Mocht de zondvloed ooit komen, dan kan deze backup ervoor zorgen dat alle soorten gered zijn van hun ondergang. Daar hebben ze een enorme natuurlijke vriezer gebouwd, hè, in het permafrost. En daar zijn dus miljoenen zaden zijn daarin ondergebracht. Maar als je gaat kijken welke soorten zitten daar nou in, zijn dat alleen maar landbouwgewassen. Alleen maar voedselgewassen en geen enkele wilde plantensoort. En dat wil Niels veranderen. Wie weet, misschien ligt over een aantal jaar het zaad van de Duitse brem wel in Spitsbergen. Maar dan moeten we het wel eerst verzamelen natuurlijk. Terug naar onze zoektocht in het bos. Waar zoeken we naar? Hoe ziet het eruit? Een kleinere plant met een beetje stekels, met blaadjes, met wat haren eraan. Hoe groot moet ik aan denken? We kijken nu ongeveer naar een plant van ongeveer tot een meter hoog ongeveer. Dus een meter hoog? Ja. Groen? Donkergroen. En dit is dus de Duitse brem, Genista germanica. De zoektocht is net wat lastiger doordat de Duitse brem nog niet in bloei is. Dat is elk jaar mei. Dan zie je overal die mooie goudgele bloemen. Nu is het even zoeken. Maar uiteindelijk... Kijk, hier. Gevonden! Hier zie ik eentje. Dit is Duitse brem. Hier hebben we de Duitse brem. Een super zeldzaam plantje op de laatste plek in Nederland. En je zou er zo aan voorbij lopen. En hier zitten ook alweer de knoppen voor. Dit jaar zitten hierin. Dus deze gaat dit jaar gaat weer bloeien. En dat zal dan over een maand of zo, zo eind april, mei, bloeit hij dan. En dan weer een paar maanden later, als er voldoende insecten zijn geweest, dan gaat hij bestuiven. En dan komen daar pultjes aan te zitten. En in die pultjes, gewoon boontjes eigenlijk, daar zitten dan de zaden in. En die gaan we dan dit jaar weer verzamelen, zodat hij in die backup in het levend archief kan. Goed. De zoektocht naar de Duitse brem is voltooid. We kunnen later dit jaar de zaden verzamelen en opslaan. Maar ja, waarom al die moeite voor dit kleine plantje? Elke plant heeft zijn eigen gemeenschap van schimmels, van insecten, van bodemleven eromheen zitten. Dus als je een plantensoort verliest, of zelfs een populatie verliest, zoals hier die Duitse brem, verlies je dus ook al het leven wat daaromheen zit. Ja, je kan de biodiversiteit, onze ecosystemen, kan je zien als een Jenga-toren. Een toren van verschillende blokjes, en die blokjes zijn alle soorten. En die hangen allemaal met elkaar samen. En samen vormen ze die toren. En wij als mens, dat kan je je voorstellen, wij liggen er bovenop. We hebben die planten en de diversiteit nodig om ook in de toekomst verder te kunnen leven zoals we nu leven. Want in die diversiteit, daar zit ook onze garantie. De verzekering van de biodiversiteit. Namelijk, hoe meer soorten je hebt, hoe groter de kans is dat als er bijvoorbeeld een heel droog jaar is, dat als één soort uitvalt door die droogte, dat je misschien wel verder kan met die andere soort die prima tegen die droogte kan. Kortom, hoe meer soorten of blokjes, hoe stabieler je systeem is. En andersom, hoe meer soorten verdwijnen, hoe instabieler je toren wordt. En je kan misschien wel één zo'n blokje weghalen. En misschien kan je nog wel twee blokjes weghalen. Maar je ziet dat we nu op een slippery slope zitten en dingen maar laten vervallen. En op een gegeven moment wordt die Jenga-toren gewoon te instabiel. En dan stort de hele toren in. Dus wij vallen gewoon mee met de rest van de soorten. En
Weten we zeker dat dit gaat helpen? Kunnen we met de koelkast de toekomst van de Nederlandse natuur redden? Nee, het levend archief is de backup. Wij hopen dat wij plan omega zijn. Hè? Een backup, net zoals bij je computer, hopen we de backup niet te gebruiken. Maar voor sommige soorten zal dat sowieso nodig gaan zijn. Concreet moet er vooral gebeuren dat we moeten ophouden met de stikstofkraan open hebben. Die moet gewoon gesloten worden, dat is een groot probleem. Maar er zijn ook dingen die heel moeilijk op te lossen zijn, zoals klimaatverandering. Dat is een grote bedreiging voor veel van onze soorten. Overal moeten we veel met meer bewustzijn kijken naar wat ons landschap ons te bieden heeft. En dat is meer dan alleen een kilo mais. Dankjewel, Niels. En dan spreken we dus hier af als de zaden van de Duitse brem verzameld kunnen worden. Jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Hoi, ik ben Marijn van de Universiteit van Nederland. Krijg jij nou geen genoeg van wetenschap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je nooit iets. En we delen daarin nog veel meer interessante inzichten. Zet je nieuwsgierigheid dus aan en schrijf je in voor de nieuwsbrief. De link vind je in de beschrijving.